Dag lieve mensen en welkom terug bij een nieuwe video. We gaan vandaag wat nieuws doen. Een game die onderhand iedereen wel kent, denk ik. Een van de populairste op het moment. Namelijk Palworld of Palworld. Hoe zeg je dat nou? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, een soort Pokémon, hè. Daar is het van nagemaakt. Maar ja, er zijn best wel wat mensen die zeggen van, hey, dat kun je niet maken. Maar ik denk altijd, ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. Dus nou, dat dachten de makers hiervan ook. En daarbij, Nintendo had natuurlijk ook gewoon zo'n game kunnen maken, hè. Blijkbaar is dat wat de community wil, want het is heel populair. In Palworld worden wij een soort van Pokémon trainer dus. De game is een survival crafting game. Dus we kunnen allemaal dingen bouwen en doen. En die pals die kunnen je helpen met vechten. Maar ook met werken op de basis. Het is heel leuk. Zit leuk in elkaar. Dus ik dacht van, hey, laten we dit gaan spelen. Onderweg, ik heb al een paar uur gespeeld. Dus zal ik ook wel wat dingen uitleggen. Van, nou, in ieder geval de dingen die ik weet. En dat is niet alles. Daar ben ik me bewust van. Maar ik zal jullie een beetje proberen te helpen met een leuke start maken. Dus welkom. Laten we gewoon beginnen met een karakter maken, zoals dat altijd gaat. Ik wil wel graag een man zijn. Heb ik bedacht. Oh. Kijk, we kunnen zelfs paars zijn. Of rood. Of geel. Misschien is groen. Dat is wel de kanaalkleur, hè? Dus laat ik even kijken of dat ik daar een beetje bij in de buurt kan komen. Kijk, gewoon echt groen. Ja. Oké, dat gaan we doen. Het is toch een fantasy game, dus hè, boeien. Nou, verder vind ik het best. Een gezicht dan? Oeh. Oh, er zijn een stuk meer gezichten dan ik dacht eigenlijk. Kijk, zo'n stoere met een baard. Of deze met een baard. Oh. Cool hoor. Of gaan we voor vriendelijk? Kijk, zoals deze. Die is wat aardiger. Ik vind eigenlijk die met die baard en dat litteken wel heel vet. Of deze. Nee, we gaan voor deze. Als we dan voor een baard gaan, laten we het dan goed doen. De oogkleur. Nou, we kunnen lekker losgaan met alles. Oh, zwarte ogen. Dat is wel creep. Dit is een beetje... een beetje gek. Laten we gewoon voor de standaard ogen gaan wel. En de oogkleur. Laten we die blauw doen. Of bruin. Of roze. Nee. Laten we blauw doen. Ik heb, maakt op zich helemaal geen hol uit natuurlijk. Haarkleur wil ik graag. Gaan we die dan ook een beetje raar doen? Of gaan we dan voor een wel normale kleur? Ik denk dat dit wel gewoon goed is. Moet het haar natuurlijk nog even aanpassen. Kijk, als ik realistischer zijn en mijn eigen haar zou doen, dan zou het dit worden, hè? Maar goed, jullie weten, ik hou van haar. En ik zou het graag willen hebben. Dus in games kies ik gewoon voor een kapseltje, hoor. Even kijken, hoor. Wat vind ik cool? Laat ik eerst even de haarkleur aanpassen, anders. Zo, dat ziet er al wel beter uit. Even kijken. Ik vind dit wel vet. Ja, zo gaan we het doen. Oké. Okay. En dan de voice nog, de stem. Oh ja, en dan doen we dit stemmetje. Nee, we doen gewoon de zwaarste. Zo. Nou, dat is hem dan. Laten we starten. En Palworld gaat ontdekken. Zoals gezegd, ik heb het al wel een keer gespeeld. Dus een paar uurtjes maar. Dus niet heel ver. Maar ik vond het echt zo leuk dat ik dacht, hey, volgens mij kan ik hier wel best wel leuke video's over maken. Dus nou, laten we dat dan ook maar gelijk doen. Hier stranden we op een eiland. En krijgen we een mysterieus bericht. De torens zijn de sleutel. En de boom bewaart de waarheid. Nou, oké. Geen idee trouwens wat het doel is van de game, als ik heel eerlijk ben. Zoals gezegd, ik heb het wel gespeeld. Ja goed, ik dacht van gewoon Pokémon vangen en zo, hè. Dus, of nou ja, Pals, laten we ze zo maar noemen. Volgens mij is het Palworld in het Engels. En hier zijn we dan, dit is de wereld. Voor degenen die het niet kennen, hier lopen dus allemaal van die pals rond die je kunt vangen op een gegeven moment. Maar het is een survival crafting game, dus je moet wel wat dingen verzamelen en zo. En levelen voordat je bepaalde dingen kunt maken en bouwen. Want je moet uiteindelijk alles zelf maken. Dat is wel een beetje het idee. En dit is een fast travel punt, dus op een gegeven moment kunnen we hier snel naartoe reizen. Dat is handig. En wie ben jij?
Oh. Been a while since someone who didn't stink of pals washed up here. Okay. The island is a living hell. The people I came with aren't with us any longer. Those damn pals ate every one of them. You be careful out there. Here, take some basic supplies. You need to toughen up if you want to survive out here. Oh, ik krijg hout. Nou, dankjewel. Blijkbaar zijn de pals niet heel vriendelijk. Die hebben iedereen uitgemoord. Nou, daar is er één. Ik weet dat die niet per se heel gevaarlijk is. Dus die zal me ook niet aanvallen. Maar er zijn er dus die wel gevaarlijk zijn, dat blijkt. En dit is een pijlsfeer. Ik snap dus niet waarom ze dat niet een pijlbal hebben genoemd. Maar goed, zoals pokébal. Maar ik ga gelijk met die sfeer. Daarmee kun je dus die pijls vangen. Dat wilde ik eigenlijk direct doen. Maar die ene gozer hier, die rent hier van die klif af. Niet handig. Even denken hoor. Rechtsbovenin zie je dus de tutorial staan. Dat is de uitleg, hè. Dus die geeft je een beetje aanwijzingen van wat je moet doen. Die zegt bijvoorbeeld, maak een workbench. Dus een plek waar je dingen kunt bouwen. Is dat. En je moet een pijlsfeer maken. Nou, dat is zo'n ding die we net hebben gevonden. Nou weet ik ook dat je daarna een basis moet bouwen. En in eerste instantie had ik die basis daar gebouwd waar we net waren. Maar ik weet een beter plekje. Dus dat is dan gelijk ook een tipje van mij. Mocht je dat, interessant vinden. Kijk, als je je basis al daarboven hebt gebouwd, het is op zich helemaal geen ramp. Maar hier beneden is best wel een goede plek, omdat er heel veel ruimte is. En ook heel veel dingen die je kunt minen en zo. Dus daarom zou ik die ook wel aanraden. Ik ga er even snel heen rennen. Al deze pijls zijn dus niet per se agressief, zeg maar. Kijk, dit is een super plek. Want je hebt hier lekker veel ruimte. Hé. Hey. En er ligt een fragment. Lekker veel ruimte. Er zijn allemaal stenen en bomen en zo. Nou, daar leg ik zo meteen nog wel meer over uit. Want die moet je natuurlijk minen. Om dingen te kunnen bouwen. Maar laat ik gewoon bij het begin beginnen. Het bouwmenu dus. Dat is dit. Daar kun je verschillende dingen bouwen. Je kunt ook steeds meer dingen vrijspelen om te bouwen. Maar het eerste wat we hebben is een primitive workbench. Dat is zeg maar een plek waar je dingen kunt maken dus. Nou, laten we die gewoon hier neerzetten. Daar kun je er meer van bouwen, maar laten we hier gewoon beginnen. Kijk, vervolgens heb je hier, kun je recipes selecteren. Dus je kan verschillende dingen maken. Maar zoals je ziet heb je voor dit ding, voor de knuppel heb je hout nodig. Hiervoor heb je hout en steen nodig. Nou, enzovoort. Ze zeggen dat je een pijlsfeer moet maken. Maar ik begin met een pickaxe. Dat is om steen te hakken. Die wil ik graag hebben. En een, even kijken. Ja, dat moet je dan eerst maken. Dat duurt even. Zo. En een bel moet ik hebben. Maar daar heb ik dus steen voor nodig. Nou, met die pickaxe kunnen we heel makkelijk steen minen. Dus dan map je er gewoon zo op. En dan aan de linkerkant zie je dat dat binnenkomt. Dus ik heb nu 8 steen, 9, 10 enzovoort. En er komt ook van dat palladium fragments uit. Die hebben we straks ook nodig. Maar eerst gaan we nog even die bel maken. Want die is gewoon belangrijk. Een bel en een pickaxe, dat is gewoon belangrijk. Hout en steen zijn namelijk je basis craft items, zeg maar. Dus de items waar je iets mee kunt maken. Dan gaan we op start drukken. Dan heb ik hier mijn inventory en dergelijke. Maar hier heb je technologie. En dit is zeg maar, als je levelt, dan krijg je technologiepunten. En daarmee kun je dit soort dingen vrijspelen die je dan weer kunt maken. Wie komt daar langs? Holy crack, wat doe jij hier? Deze is echt gigantisch. Level 34. Daar ga ik nog maar niet mijn handen aan vuil maken. Gelukkig is die aardig. Mammo rest. Oké, okay, nou die komt even voorbij wandelen. Gezellig, denk ik. Even zien hoor, waar was ik? Oh ja, technology. Die pijlsfeer die moeten we dus maken. Dus dat is een pokébal. Je kan er niet zoveel anders van maken. Daarmee vang je de pijls. Dus even kijken hoor, hoeveel kunnen we er maken? 3. Nou, laat ik dat maar gewoon doen. Die heb je toch veel nodig. Dus dan hebben we er gelijk 3. En dan hebben we dus ook gelijk de tutorial rechtsbovenin gedaan. En dan gaan ze uitleggen natuurlijk hoe je ze dan vangt. Nou, eerst gaan we dan maar eens even op zoek naar
een gozer die wel handig is. Want je kunt die pijls dus op verschillende manieren gebruiken. Sommige die zijn heel goed in werken. Op de basis. Sommige die kunnen juist heel goed vechten. Maar mijn tip is, vang gewoon zoveel mogelijk pijls als je tegenkomt. Of als je kan. Want daar krijg je heel veel experience voor. Waardoor je sneller levelt. Dus, en het maakt ook niet uit of dat je nou steeds dezelfde vangt. Want uiteindelijk kun je ze toch verkopen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, we beginnen gewoon met Lambal. Dat wordt onze eerste pijl. En die gaan we vangen. Je ziet daar ook de capture rate. Die is 100%. Dus ik weet zeker dat ik hem krijg. Dus ik heb er nu één gevangen. Nou, die kan ik dan oproepen ook. Dan zeg ik, hey, gozer. Kijk, daar is die. En dan kan hij mij helpen. Kijk, hij heeft bijvoorbeeld een bepaalde kracht dat hij een schild kan worden. Maar, ja, hij is niet zo heel goed. Maar goed, we nemen hem mee. Ik wil namelijk even nog eentje vangen. Ik zag namelijk zo'n kat. Ja, die Cativa is dat. En die zijn heel handig in het begin, want die minen namelijk steen voor je. En dat is gewoon super chill. Dan hoef je het zelf niet te doen. Als je die op je basis zet, dan gaan ze dus steen voor je binnenhalen. Dat zal ik zo laten zien. Laten we even teruggaan naar waar we ons workbench hebben gebouwd. Want dan is het tijd om ook daadwerkelijk onze basis te gaan starten. En die basis, dat is zeg maar ja, een soort van je huis. Dus daar werken je pijls. Daar kun je altijd naar terug, gaan. Dat is gewoon de plek. Ja, gewoon je huisplek, je thuisplek. Dus, die moet ik dan eerst even vrijspelen natuurlijk. Dus naar Technology en dan Pijlbox. En dan hebben we nog een Paldium Fragment nodig. Om die te kunnen bouwen. Nou, ik weet dat deze stenen... ik kan trouwens even die Cativa dat gelijk laten doen. Zo, kijk, die gaat het dan voor je minen. Hoe handig is dat? Tenminste, ja, het gaat allemaal niet zo snel. Maar hij doet het wel. Nou, nu heb ik zo'n fragment, dus dan heb ik genoeg. Laat die cat even lekker zijn werk doen. Pijlbox dus. Dat is dus de basis ja, van je spel. Dus daar kom je altijd weer terug. Je ziet, als het goed is, ergens in de verte blauwe lijnen. Of in ieder geval een lijn van tot waar je basis komt. Maar ik heb gezien dat het hier zo een beetje tussen de boompjes een prima plek is. Want dan heb je namelijk als basis gewoon dit hele stuk. Dus nou, dan kan die ketten vaak lekker overal minen en zo. Dat is gewoon handig. Dus ik bouw hem hier. En dan hebben we een basis. Hop, nee. Dat is hem. Oh ja, dat zegt de game ook nog. Je moet ook eten, want anders ga je dood. Nou, dat snap ik wel. Dus die bestjes kun je eten, dat is handig. Dan kun je naar de Pijlbox Management. En dan kan je zeggen, oké, Cativa, jij moet werken op de basis. En hij gaat nu, zeg maar, alles wat in die blauwe cirkel ligt. Ik kan wel even kijken of ik ergens de rand kan zien. Als het goed is, is er een blauwe cirkel ergens. Kijk. Hier zo, tot hier komt mijn basis. En alles wat binnen die cirkel ligt, dat gaat hij nu minen. Dus dat is ideaal. Dus dan hebben we in ieder geval voldoende steen wat binnenkomt. Maar goed, er zijn nog wat dingen die moeten gebeuren. Want ze zeggen dat ik geleveld ben. Want dat is ook nog een ding. Je levelt dus en dan kun je bepaalde dingen beter maken. Er zijn verschillende dingen die ik handig vind. Weight, dat betekent dat je meer kunt tillen. En stamina, dat betekent dat je minder snel uitgeput raakt. Vooral die stamina, dat doe ik in het begin. Want dan kan je gewoon langer werken, langer vechten. Dan kan je alles langer, want je hebt gewoon meer uithoudingsvermogen. Nou, dan moeten we van de tutorial 5 landballs capturen. En onze base updaten tot level 7. Nou, die is nu dus nog level 1, dat zie je bovenin. We moeten een houten kist bouwen om er level 2 van te maken. Laat ik even kijken bij de technology. Want daar staan dus bijvoorbeeld die kist die je moet vrijspelen. Maar ook een wooden structure set. En daarmee kun je dus een huis bouwen. Dus ik denk dat het nu goed is om aan ons huisje te gaan bouwen dan. Dus dan ga ik de kist unlocken. De wooden structure set. Het palbed, want daar slapen mijn pels. Ja, ik weet het. Is het nou pels of pals? Misschien moet ik het gewoon Pokémon noemen. Dus dat hebben we in eerste instantie nodig. Een bed en gewoon een huis. Dus even denken hoor. Laten we dan een huisje gaan bouwen.
Wat is een mooi plekje hier bij de waterval? Waarom ook niet, hè? Op zich, zo aan het water wonen is toch wel leuk. Zo, dan gaan we dat bouwen. Hier heb je dus allerlei bouwdingen die je hebt. Die je kunt plaatsen. Nou, dan hebben we hier een vloer. En nog een vloer. Oh, geen materialen meer. Kijk, daar heb je dus materialen voor nodig. Dat is logisch, hè. Dus in dit geval kom ik hout tekort. Dus dat moet ik dan even fixen. Die Ketteva die doet alleen maar steen. Dus die haalt geen hout binnen, helaas. Maar goed, zo hebben we weer 22 hout erbij. Dus dan gaan we weer even verder bouwen aan het huis. Ik vind het wel een mooi plekje, hoor. Zo bij de waterval. Daar ben ik wel blij mee. Laten we het gewoon nog iets groter maken. Kijk, uiteindelijk moeten er heel veel pels slapen. Want ik vind het wel leuk als die gewoon binnen kunnen tukken natuurlijk. Dus dan is die maar beter groot. Ik vind het ook wel leuk dat er dan een raam zit. Kijk, want dan kan je leuk uitkijken over de waterval. Dat is wel gezellig, toch? Zo, en dan doen we de rest gewoon muren. Als we het hout er nog voor hebben. Oh. Ik speel het trouwens op Xbox. Het is ook op PC, volgens mij is dat ook alles. Kijk, nu hebben we weer hout nodig. Moet ik even een boom zoeken. Kijk, hij is lekker bezig hoor. Een hele berg steen ligt daar. Ik ga het niet oppakken nog, want dan heb ik straks te veel materiaal bij me. En dan kan ik niet meer vooruitkomen. Want dat is ook hè, dus je kan maar een bepaald aantal kilo's of aantal materialen tillen. Zo. Dus, nou goed, in dit geval wil ik niet te veel bij me hebben gelijk. Zo, dan doen we hier nog, doen we hier nog een raam. En dan een deur. Zo, kijk eens. Nou, dat is toch een flink huis, of niet? Hier weer even dicht en dan moet er nog een dak op natuurlijk. Ik doe gewoon een plat dak. Kost minder. Kijk, dit is allemaal nog niet per se nodig, maar ik vind het wel leuk. Uiteindelijk is het wel, ja goed, kun je het wel gebruiken. Want ook je eigen bed, zeg maar, die moet je op een gegeven moment ook bouwen. Die moet binnen staan. Dus dan heb je sowieso een huis nodig. Maar goed, in dit geval wilde ik ook bedden maken. Kijk, zoals dat straw pall bed. Wil ik zo meteen maken. Want daar kan die Ketteva dan slapen. Als ze niet kunnen slapen, dan raken ze gestrest. Zoals elk levend wezen. Dus daar heb je een bed voor nodig. Weer even hout verzamelen. En dit is dus gewoon een beetje het bouwen van de basis. Zometeen gaan we dan natuurlijk op pad om pels te vangen. Zo, een bed. Die leg ik even zo ver mogelijk in de hoek. Zodat er zoveel mogelijk in passen. Ik heb al gezien dat die best wel wat ruimte om zich heen nodig hebben. Dus ik plaats het zo dicht mogelijk bij de rand als kan. Soms dan komt die Ketteva ook even helpen met bouwen. In dit geval heeft hij er geen zin in, want hij is op een pauze, zie ik rechts. On a short break. Even wat lunchen, hè. Zo, die kan slapen. Dat is mooi. Oh ja, een kist moesten we ook nog bouwen. Waar bouw ik die kist? Ik denk dat ik die kist maar gewoon hier naast zet. Die hoef ik niet in huis te hebben, want dat is onhandig. Het is handig om die gewoon makkelijk beschikbaar te hebben. Dus die zet ik hier wel gewoon naast de workbench. Je kan ook meer kisten bouwen, dat gaan we ook zeker doen. Kijk, nu komt die helpen. Dankjewel. Top. Kijk, en als we nu die stenen pakken. Hoppatee. Dan kunnen we die allemaal hierheen doen. Wat ook trouwens super chill is, ook de stenen die, alle spullen zeg maar die hierin zitten, daar kun je gewoon gelijk dingen mee bouwen ook. Dus dat hoef je niet per se op zak te houden. Nou, dat vind ik echt ideaal. Dit wil ik wel gewoon hier. Zo, even kijken. Die fragments mogen hier ook wel in. Zo, dus alles waar je mee, dus alles wat je bouwt, dat mag ook gewoon in de kist zitten. Laten we dan nog even wat meer van die sfeers gaan maken. Daar heb ik uiteraard weer hout voor nodig. Hout is in het begin wel echt een ding. Dus je bent wel een tijdje bomen aan het hakken. Ik denk dat ik nu maar even een paar van die bomen omhak. Dat ik voorlopig even goed in het hout zit.
Op een gegeven moment gaan we ook wel zo'n pijl tegenkomen die dan hout voor je kan hakken, maar ik weet niet hoe snel we die gaan vangen. Dus voorlopig moeten we het nog even zelf doen. Zo. Nou, 60, dat vind ik wel mooi. Dan gaan we dat even in die kist mikken weer. Hé, wie staat daar? Even kijken hoor. Dit gaat in die kist. Oh, ik kan gewoon daar. Zo, en dan gaan we even wat van die ballen maken. Gewoon zoveel als kan. 4 dus. Zometeen komen al die de spullen hiervoor zeg maar automatisch binnen. Want dan gaan die pijls dat gewoon voor je fixen. In dit geval moeten we nog even zelf dingen hakken. 4 erbij. Nou, dan gaan we gewoon weer eens even op pad. Deze hebben we nog niet gevangen. Maar we hebben 5 lambals nodig. Nou, denk ik, ik wil in ieder geval ook eentje van deze. Dus gewoon aanvallen, bal gooien. En dan hebben we hem. Hoppatee. Nou, die leggen eieren. Dat weet ik in ieder geval. Maar verder zijn ze heel zwak. Dus ze doen niet zo heel veel verder. Dus dat, ja, dat zijn dingen waar je wel wat mee kan trainen natuurlijk. Om experience te krijgen. Maar het zijn niet heel, heel fantastische dieren om per se te vangen. Kijk, de Cativa's. Deze is bijvoorbeeld level 3. Die is hoger dan mijn huidige. Die kan ik wel gebruiken. Oh! Ja, met die pijls moet je, die gaan dus ook aanvallen hè, als jij gaat vechten. Dus je moet soms uitkijken dat ze hem niet doodmaken. Want dan ben jij nou ineens een steen aan het brengen? Oké. Okay. Ja, want hier is de basis ook nog. Dus hij denkt, hé, laat ik even aan het werk gaan. Lambals, daar hebben we er 5 van nodig, zegt het tutorial. Dus laten we daar even op mikken. Maak hem nou niet dood. Ik haal even mijn eigen lambal terug, want anders maakt hij straks iedereen dood voordat ik ze kan vangen. Zo, hoeveel heb ik er? 3? Moet er nog 2. En dat is dus voor de tutorial. Dat is niet per se dat het echt hoog nodig is. Die lambals zijn op zich wel handig, want die halen spullen op in je kamp. Zoals die net deed, dat hij die steen pakte. Die zorgen dus dat alle spullen zeg maar daar komen waar ze moeten zijn. In de kisten bijvoorbeeld. Laat ik deze nog even aanvallen. Oh. ...100%. Dan hebben we er al 4. Is er nog één in de buurt? Daar zo. Kijk, het wordt nu donker. Het probleem daarmee is... ...dat je het koud gaat krijgen. Want ik heb geen kleren. En ook geen vuur. Dus dat is even een probleem. Maar laten we deze even snel vangen. Kijk, je kan trouwens een knuppel maken. Dat is een wapen. Maar je kan ook gewoon met een bijl slaan. Dus ja. Ik maak die knuppel zelf nooit. Goed, je kan het doen. Kijk, nu hebben we die gehaald. 5 lambals dus. In totaal moeten we er 30 gaan vangen. En dan onze basis bouwen tot level 7. Die is op dit moment level 2, volgens mij. Want die hebben we net... Of hebben we die nog niet geleveld? Oh nee, ik heb wel een kist gebouwd, maar ik heb hem nog niet geleveld. Als je hem levelt namelijk, dan kun je een extra pijl daar kwijt. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld een lambal neerzetten. Dat die alle stenen ophaalt. Die Cativa. Die Cativa mine is. Dus dat is wel handig. Laten we dat gelijk even doen. Zo. Upgraden. Kijk, nu zie je dat er 2 mogen werken. En we moeten een shoddy bed hebben om nog een level omhoog te gaan. Nou, dan kunnen we dus een lambal neerzetten. Die kan dus die spullen ophalen. Even kijken hoor. Maakt er nog uit welke ik doe? Ze hebben allemaal level 1. Kijk, ik kijk rechts naar dat handje. Dat is handiwork. En 1. En dat doosje, dat is dat ze spullen ophalen. En dat andere, dat is dat ze kunnen farmen. Want dan geven ze wol. Dus het maakt op zich niet zoveel uit welk level die is. Want ze hebben toch allemaal maar 1 punt. Maar Lambal die gaat nu spullen ophalen. En Cativa die zorgt dat de stenen worden gemined. Dus... ja, ik neem aan dat de stenen wel binnenkomen dan. Dat is mooi. Nou, die andere lambals die kunnen op zich wat mij betreft ook hierheen. Niet per se nodig. Dan nemen we gewoon van elk eentje mee verder. Dat dan. Nou goed, het wordt donker.
Dus laten we even gaan kijken wat we nog kunnen vrijspelen. Ik ben sowieso geleveld. Dus 2 stats point weer. Ik doe er nog 1 bij stamina en 1 bij weight. Zodat ik wat meer kan tillen. Maar dan gaan we naar technology. Want daar kunnen we weer meer vrijspelen. We hebben bijvoorbeeld een campfire. Een kampvuur dus. Daar kun je op koken. Dat hebben we nog niet direct nodig eigenlijk. Repair bench hebben we ook nog niet echt nodig. En shoddy bed. Dat hebben we dus nodig om de basis te kunnen levelen. Dus laten we dat in ieder geval gaan doen. En dan zometeen wil ik ook kleding. Dat kunnen we hier doen. Maar daarvoor hebben we dan cloth. Of ja, hoe zeg je dat? Stof nodig. Dus ik moet zowel stof als kleding hebben. Nou, laten we even hierheen gaan. Dat zijn dus een aantal dingen die ik moet bouwen. In ieder geval heb ik een shoddy bed nodig. Dat is voor mezelf. Dus daar kan ik zelf in slapen. Zo. Ook weer zo dicht bij mogelijk bij het randje. En die moet dus binnen staan. Anders werkt hij niet. En daar kun je in slapen. En dan gaat de tijd voorbij. Dus zoals als ik er nu in zou gaan, dan word ik 's ochtends wakker. Vrij logisch. En dan nou, is de tijd voorbij gegaan. Ik weet niet of dat je dan ook hield. Maar dat denk ik wel. Want dat doe je sowieso over tijd. Dus dat je meer, meer leven krijgt weer. Ik heb trouwens wel gehoord dat je ook... dat er verschillende pijls te vinden zijn ook in de nacht. Dus dat is nog wel even goed om te weten. Dus als je 's nachts op zoek gaat, dan kun je ook weer andere pijls tegenkomen. Misschien wel leuk om nog even te benoemen. Hè? Hier dan. Een bed. Voor mijn lambal. Hè? Want die heeft, oh, die ligt daar nu op Ketteva's bed te tukken. Nou, er moet er nog één, want we hebben natuurlijk twee pijls hier. En nu ligt Ketteva volgens mij daar buiten te tukken of zo. Zo. Die is klaar. Zo, dan heeft hij ook een bed. En dan dus kleding. Daarvoor hebben we cloth nodig. Dat maken we hier. Van wol. Dus van wol maak je stof. Dat klinkt niet onlogisch. En van die stof maak je dan vervolgens kleding. En zo ja, wordt het steeds uitgebreider, zeg maar. Dat je natuurlijk bepaalde materialen weer andere materialen van maakt enzovoort. En dan spaar je langzaamaan naar datgene wat je echt wil. Dus zo werkt dat een beetje. En die pijls die kun je dus ondertussen gaan inzetten om voor je te werken. Maar ook voor je te vechten. Want op een gegeven moment gaan we natuurlijk nou ja, grotere pijls tegenkomen waar we tegen moeten vechten. Of zelfs trainers waar we tegen moeten vechten. Dus nou goed, dan moeten we ook wel sterke pijls hebben. Kijk, ik had het koud. Maar nu niet meer, want ik heb een mooi pakje aan. Kijk dan hoe mooi me dat staat. Helemaal top. Ik ben hongerig, zie ik. Even wat eten. Kijk, hier hebben we chickpea vlees. Ja, goed. We eten ook gewoon de dieren op, blijkbaar. Oh. Wat gebeurde er? Oh. Oké, okay, nou. En dan kunnen we onze base in principe weer upgraden. Maar wil ik dat al? Ja, waarom niet? Dus dan kunnen er 3 pijls hier werken. En om het volgende level te halen moeten we 3 bedden en een feedbox hebben. Dus in die feedbox kun je eten doen voor de pijls. Maar voor nu denk ik dat ik even ga tukken. Dus ik ga hier even mijn bed in. En dan ronden we het hier af. Dan gaan we de volgende aflevering ja, goed, eens eventjes pleiten. En dan gaan we meer pijls vangen en een beetje de wereld ontdekken. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video vonden, jongens. Ik vind het leuk om wat dingen uit te leggen natuurlijk. Maar in de volgende afleveringen dan gaan we ook gewoon lekker spelen en lol hebben met de game. Dus laat me dat weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie te zien in de volgende video. En heb een fijne dag allemaal. Later!